Hallo allemaal en leuk dat jullie er weer zijn voor een nieuwe quiz. Vandaag 40 vragen. Hoi Mukjes, Snollebollen, Roy Lessig, Jul, Cookie, Jut, Bas en Superwoman. Gaan starten met vraag nummer 1. Op welke pool leven ijsberen? Is het op de Noordpool rood of op de Zuidpool blauw? En het is op de Noordpool. Welke vogel is dit? Zie je een vogel op de foto? Welke vogel is dit? Is dat een meeuw, een buizerd blauw, een pimpelmees geel of een kokmeeuw groen? Welke vogel is dit? En het is een kokmeeuw en had 5 mensen goed. Mukje gaat 3 plaatsen omhoog en Jul staat een kop. En welk jaar was de eerste aflevering van Klokhuis? Was het rood 2000, blauw 1988, geel 1996 of groen 1992? En welk jaar was de eerste aflevering van het programma Klokhuis? Dat was in 1988. 4 mensen goed, Superwoman op 1, Cookie en Snollebollen. En Mukje gaan allemaal omhoog. En naar de volgende vraag, van wie is het liedje The Lady in Red? Is het van Gary Barlow, Howard Donald, Christa Burg of René Klein? Van wie is Lady The Lady in Red? Is the lady in red? Dat is Christa Burg. 4 mensen goed, Superwoman. 4 vragen achter elkaar, perfect. Van welk Griek woord is de verzamelnaam atletiek afkomstig? Is dat van Adlon, van Decathlon? Taramasalata of een Calimero? Van welk Grieks woord is de verzamelnaam atletiek afkomstig? En dat was van Adlon. Vraag 6. Uit hoeveel leden bestond de Ierse rockband U2? 3 voor rood, blauw voor 6, geel voor 4 of groen voor 5? Uit hoeveel leden bestond de Ierse rockband U2? En dit waren er 4. Superwoman heeft hem weer goed. Op welk eiland vielen de Japanners de Amerikanen aan in de Tweede Wereldoorlog? Was het op Bora Bora rood, Kodiak Island, blauw Long Island, geel of Hawaii groen? Op welk eiland vielen de Japanners de Amerikanen aan in de Tweede Wereldoorlog? En het was op Hawaii. Bas heeft 3 vragen achter elkaar goed. Hoeveel pinkeltjeboeken verschenen er tussen 1939 en 1977? Geel boekje, een kaboutertje. 28 rood, 29 blauw, 19 geel of 20 groen. Hoeveel pinkeltjesboeken verschenen er? En dat waren er 29. Wat was het achternaam van het duo dat zong over de duifjes op de dam? Na 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 na, shalali, shalala. Was het Timmerman rood, Keizer blauw, Smet geel of Veerman groen? En dat was Gert en Armin Timmerman. Royalistic kom op plaats 2, hier op plaats 4. Hoeveel uur besteedt een reuzenpanda per dag aan eten? Nou, ik kan je garanderen, die eet meer dan ik eet. Is het rood 4 uur, blauw 16 uur, geel 12 uur of groen 8 uur? Hoeveel uur besteedt een reuzenpanda per dag aan eten? Dat is 16 uur. En Bas en Jul stijgen. In welk jaar werd Google op het www gelanceerd? Was het 1959 rood, 2000 blauw, 1998 geel of 2002 groen? En welk jaar werd Google op World Wide Web gelanceerd? Dat was in 1995 rood. En Jut had die goed en stijgt naar plaats 3. Hoeveel snaren heeft een mandoline? Is het rood 10, blauw 4, geel 8 of groen 6? Hoeveel snaren heeft een mandoline?
En dat zijn er 8. En dat had één iemand goed en die staat buiten de top 5. Dus die komt nou in de buurt van de top 5. Wat is de hoofdstad van de Marshall-eilanden? Is het rood Nauru, blauw Kiribati, geel Majuro of groen Micronesia? Wat is de hoofdstad van de Marshall-eilanden? En dat is Majuro. En de rest waren de namen van de andere eilanden. Waar staat de oudste universiteit van Nederland? Is het rood in Rotterdam, blauw in Amsterdam, geel in Leiden of groen in Nijmegen? Waar staat de oudste universiteit van Nederland? En dat is in Leiden. En Mukje en Jules stijgen weer. Hoe lang is een Olympisch zwembad? Het rood 25 meter, blauw 30 meter, geel 100 meter of groen 50 meter. Hoe lang is een Olympisch zwembad? En dat is 25 meter. En Roy Listek had deze goed. Over hoeveel paden beschikt de schaakspeler bij aanvang van het spel? Het rood 5, blauw 4, geel 2 of groen 3. Over hoeveel paden beschikt de schaakspeler bij aanvang van het spel? Het zijn er 2. Roy Listek en Bas die komen weer omhoog. Uit welk land komt Vincent van Gogh? Rood uit Nederland, blauw uit Duitsland, geel uit België of groen uit Ecuador? Uit welk land komt Vincent van Gogh? Die komt uit Nederland. Misschien verschuiving in de top 5, maar ik kom omdat snel reageerde. Dus hoe heette de kat in de tekenfilmserie Dommel? Was het rood Dribbel, blauw Strato, geel Balthasar of groen Azarel? Hoe heette de kat in de tekenfilmserie Dommel? Dat was Balthasar. En Bas heeft 3 vragen achter elkaar gehoord. Die is lekker bezig. Wat is de officiële naam van de single van Damaru en Jan Smit? Zo. Mirozo rood, speciaal voor jou blauw, tuintje in mijn hart geel, Damaru en Jan groen. Zo. Volgende keer makkelijke vragen erin zetten. En dat is Mirozo. Of ja, in ieder geval die ene was goed. Wie won er in 2019 voor Nederland Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade? Was het rood Anouk, blauw Miss Montreal, geel Duncan Lawrence of groen Jan Smit? Wie won er in 2019 voor Nederland Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade? Dat was Duncan Lawrence. Vraag 21. Hoeveel mensen staan er op het veld bij de start van een voetbalwedstrijd? Het rood 25, blauw 24, geel 23 of groen 22? Hoeveel mensen staan er op het veld bij de start van een voetbalwedstrijd? En het zijn er 25. Want groen was 22, maar er staat ook een grensrechter, nog een grensrechter en een scheidsrechter op het veld. En dat brengt 25 mensen op het veld. Royalist, ik kan hem goed en dan gaat naar plaats 3. Nou, een hele moeilijke naam. ERS vestigt een officieel wereldrecord met een topsnelheid van 444,6 km per uur. Dat is de snelste auto die er is. Maar vestigt die een kennisboek of recordrecord met een topsnelheid van 444,6 km per uur. Rood voor niet waar, blauw voor waar. En dat is waar. Een bizarre snelheid, maar het is waar. Een rode listek heeft er 3 achter elkaar goed en die gaat gewoon naar plaats 2 achter Superwoman. Wat is een andere naam voor de Vuelta? Is het de Ronde van Catalonië rood, de Ronde van Frankrijk blauw, de Ronde van Italië geel of de Ronde van Spanje groen? Wat is een andere naam voor de Vuelta? Dat is de Ronde van Spanje groen. En zien Superwoman 4 vragen goed. Even in Jut, kom op plaats 2. Wat is het maximale aantal punten dat je een bowler kan halen? Is het rood 250, blauw 300, geel 360? Of groen 200. Dat is 300. Die had Bas goed. Welk bekend kerstliedje is geschreven en gezongen door de Puerto Ricaan José Feliciano?
was dat Last Christmas rood, Feliz Navidad blauw, Oh Holy Night geel, Jingle Bell Rock groen. Welk liedje is geschreven en gezongen door de Puerticaan José Feliciano en ons Feliz Navidad? Vraag 26. En in welk jaar is Elvis Presley overleden? Is het rood 1978, blauw 1976, geel 1979 of groen 1977? In welk jaar is Elvis Presley overleden? Dat was in 1997. Welke vogel heeft de grootste vleugelspanwijdte ter wereld? Is het de slechtvalk rood, de buizerd groen, de reuzenalbatros geel of de gier groen? Welke vogel heeft de grootste vleugelspanwijdte ter wereld? Dat is een reuzenalbatros en die heeft een spanwijdte volgens mij van ongeveer 4 meter. Dat is echt heel veel. Van wie verloor België in 2018 de halve finale van het WK? Was het rood van Spanje, blauw van Portugal, geel van Nederland of groen van Frankrijk? Van wie verloor België in 2018 de halve finale voetbal van het WK? Van rood van Spanje, blauw van Portugal, geel van Nederland of groen van Frankrijk? Het was van Frankrijk en heeft één iemand goed. Gezien dat royalistic dat was. Op welk strand in Australië werd tijdens de zomerspelen van 2000 beachvolleybal gespeeld? Was het Manly Beach rood, Bondi Beach blauw, Bungan Beach geel of Palm Beach groen? Op welk strand in Australië werd tijdens de zomerspelen van 2000 beachvolleybal gespeeld? Dat was Bondi Beach en al 3 maanden goed. Nou, dan vraag 30. Uit welk land was de sprookjeschrijver Hans Christian Andersen afkomstig? Was het rood uit Noorwegen, blauw uit Nederland, geel uit Denemarken of groen uit Zweden? Uit welk land was de sprookjeschrijver Hans Christian Andersen afkomstig? Dat was uit Denemarken. In welk jaar is Fidel Castro overleden? Oud-leider van Cuba, wanneer is die overleden? Rood in 2019, blauw in 2018, geel in 2016 of groen in 2017? In welk jaar is Fidel Castro overleden? Dat was in 2016. Dan hadden Jut en Bas goed. Wat is de familienaam van zangeres Madonna? Is het kolenrood, Ciccone, blauw, Sylvestre, geel of Madonna, groen? Wat is de familienaam van zangeres Madonna? Dat was blauw. Naam vind ik moeilijk om uit te spreken. Jut, 3 vragen achter elkaar goed. Die maakt een comeback. Met welke bekende Amerikaanse actrice was Bruce Willis 13 jaar getrouwd? Was het rood met Madonna, blauw met Jennifer Aniston, geel met J-Lo of groen met Demi Moore? Met welke bekende Amerikaanse actrice was Bruce Willis 13 jaar getrouwd? Dat was met Demi Moore. En we zien dat Jut Superwoman voorbij gaan naar plek 1. Wat is de voornaam van de maker van de Eiffeltoren? Is het rood Olaf, blauw Gustav, geel Victor of groen Eiffel? Wat is de voornaam van de maker van de Eiffeltoren? Rood Olaf, blauw Gustav, geel Victor of groen Eiffel? En dat was Gustav, Gustav Eiffel. En we zien dat Jut en Bas puntjes halen. Wel, wie is de Nederlandse minister voor basis- en voortgezet onderwijs? Is het Hugo de Jonge, Bruno Bruins, Ingrid van Engelshoven of Arie Slob? Wie is de Nederlandse minister voor basis- en voortgezet onderwijs? De foto is de premier van Groot-Brittannië. Maar het was Arie Slob die we zochten. In welk land vindt het bekendste tennistoernooi Roland Garros plaats? In welk land vindt het bekende tennistoernooi Roland Garros plaats? Is het rood in België, blauw in Engeland, geel in Frankrijk of groen in Spanje? In welk land vindt het bekende tennistoernooi Roland Garros plaats? En dit is geel in Frankrijk, al 5 mensen goed. En Sint-Cookie heeft 3 vragen achter elkaar goed. Vraag 37. Hoe wordt het Belgisch nationaal basketteam ook wel genoemd? De Belgian Bulls,
de Belgian Lions, de Belgina Tigers of de Belgian Snipers? Hoe wordt het Belgische nationaal basketbalteam ook wel genoemd? En zijn de Belgian Lions. En dan zie je mukje naar plaats 3. En gaan we naar vraag 38. Wie is de huidige burgemeester van Amsterdam? Is het Eberhard van der Laan rood, Hubert Bruls blauw, Abu Talib geel of Femke Halsema groen? Wie is de huidige burgemeester van Amsterdam? Is het Eberhard van der Laan rood, Hubert Bruls blauw, Abu Talib geel of Femke Halsema groen? En die had iedereen goed. En Mukje heeft 3 vragen achter elkaar. Goed, en dan gaan we naar de ene laatste vraag. Hoe hard vliegt een straaljager? Is het 50 km per uur rood, 40 km per uur blauw, 30 km per minuut geel of 100 km per minuut groen? Hoe hard vliegt een straaljager? Dat is 40 km per minuut. Dat is echt mega hard. Snollebolletje is terug en die heeft 3 vragen achter elkaar goed. En dan gaan we naar de laatste vraag, vraag 40. Wat betekent een blauwe vlag in de autosport? Is dat een laatste waarschuwing rood, een mechanisch defect blauw, plaatsmaken voor een snellere auto geel of de zieke wagen groen? Wat betekent een blauwe vlag in de autosport? En dat betekent plaatsmaken voor een snellere auto. En dan gaan we kijken wat plaats 3 tot en met 1 is geworden en wie 4 en 5 zijn geworden. Allemaal bedankt voor het meedoen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, hieronder te abonneren, belletje aan te klikken en al die onzin die erbij horen. Want hoe meer mensen het zien, hoe meer meedoen, hoe leuker het is, hoeveel meer energie ik heb om meer vragen te bedenken en te zoeken. En dan gaan we naar de einduitslag. En voordat ik dat zeg, ik had met het Olympisch zwembad, volgens mij is het ook 50 meter. Dus ik denk dat ik een fout heb gedaan. Iedereen had 50 op 1 na, dus excuus daarvoor. Heb ik niet goed gedaan. Maar ja, iedereen had hem dan fout, dus dat scheelt wel weer. En dan gaan we naar de uitslag. En dan gaan we kijken wie er op nummer 3 is geëindigd. Op nummer 3 met 18.144 punten, Mukje. Op nummer 2 met 22.254, Superwoman. En 1 met 24.226 punten is geworden Jut. Gefeliciteerd. En op nummer 4 Bas en Royalistic. Iedereen hartstikke bedankt voor het meedoen. Morgen om 3:15 kinderquiz. Morgenavond 8:45 weer een nieuwe quiz. Bedankt, fijne avond en tot morgen.